welkom hier bij de officiële opening. Voor deze officiële opening hebben wij ook officieel iemand aangevraagd. De wethouder van sport in Wassenaar, Laurens van Doeveren. Dank jullie wel allemaal. Geweldig dat er zoveel Wassenaarders, vrienden, familie, vrijwilligers, sporters, bestuurders hier allemaal zijn voor toch wel een heel groot feestelijk moment. Namelijk de opening van onze nieuwe sporthal voor alle verenigingen. Het is de grootste investering vanuit de gemeente in jaren in Wassenaar om ervoor te zorgen dat iedereen hier een mooi thuis heeft. Ik wil heel graag de naam onthullen met degene die de winnende naam heeft ingestuurd. 1, 2, 3! Tot slot, onze twee jongste leden het nieuwe logo van de Kiwi te gaan onthullen. Super dat we hier staan met elkaar. Vandaag is de opening van de hal, de duinpan, een lang gekoesterde wens. De prachtige hal is ontworpen door Jordi Aerts. Het is een energie-neutrale hal waar iedereen in Wassenaar welkom gaat zijn. We gaan hier mooie nieuwe herinneringen maken met elkaar en hopelijk gaan we hier nog lang sporten. Lieve Wassenaarders, eindelijk is vandaag de gemeentelijke sporthal open. We hebben de naam onthuld. Dankzij een van de inzendingen heet die de duinpan. Uit de honderden inzendingen is er eentje uitgekozen en hebben we nu een fantastisch nieuwe sporthal. We zijn hier met, nou, ik denk honderden, misschien wel duizend Wassenaarders aan het vieren dat de Kiviet een nieuw clubhuis hebben en dat de gemeentelijke sporthal voor al die zaalsporten, buitensporten open is. En ik hoop van harte dat het een groot succes wordt voor heel Wassenaar. Ik ben er ontzettend trots op dat met de accu, dat is het collegevoorstel wat de gemeenteraad heeft goedgekeurd, we nu eindelijk open kunnen, want anders hadden we hier vandaar niet gestaan. Dank voor de samenwerking iedereen en we maken er gewoon een hele mooie dag van.